Goedendag, welkom op deze les over basisvaardigheden Excel. We hebben hier een tabel waar we per jaar uit de 80's voor 3 producten een shipment hebben in tonnage, laat ons zeggen. En we willen die tabel nu zo presenteren dat we een inzicht krijgen in de verhoudingen tussen die producten. Zodanig dat we als management een beetje ons kunnen informeren over de stand van zaken en de juiste beslissingen kunnen nemen. Dus in feite willen we deze basisgegevens vertalen naar informatie. En dat is uiteraard de kern van een vak als informatiekunde. Nu, we gebruiken daarvoor Excel, een heel handige tool om dergelijke dingen te doen. Het eerste wat je zou kunnen doen is de totalen gaan bekijken. En dat kan je zowel over die 10 jaar gaan doen, voor elk product, dus voor elke kolom kunnen we totaal maken, als natuurlijk voor de 3 producten per jaar. Ik ga hier de 3 kolommen aanduiden. Ik neem een blanco rij mee en ik ga hier op het sommatieteken klikken. Je krijgt dan automatisch de totalen en u ziet de formule som B2-B11 wordt hier automatisch gemaakt. Nu kan ik uiteraard ook kolomtotalen gaan toevoegen, dus een kolom met totalen gaan toevoegen. En daar ga ik de 3 kolommen samentellen om dan hier een totaal te plaatsen. En dat kunnen we natuurlijk ook weer op deze manier doen. Ik selecteer de 3 kolommen met een blanco kolom ernaast en ik ga weer op auto som klikken. Dan krijg ik mijn totalen hier. Dat gaat me nu toelaten om de onderlinge verhoudingen tussen die 3 kolommen te gaan bekijken. En daarvoor ga ik eigenlijk 3 nieuwe kolommen maken en ik noem dat A-percentage, B-percentage en C-percentage. En we gaan eigenlijk kijken wat het aandeel van elk product is in de totale shipment voor een jaar. Dus dat betekent hier deze 1622 op een totaal van 10.088. Ik ga daarvoor een formule invoeren en ik zeg hier, kijk, ik deel het getal dat in de cel B2 staat, dat is mijn totaal voor 1980 voor het product A, en dat ga ik delen door het totaal dat in kolom E staat, ook op rij 2. Nu ga ik natuurlijk diezelfde berekening straks doen voor B en C, en telkens gaat de totale kolom, de kolom E blijven. Dat kan ik in Excel aangeven door een dollarteken te plaatsen voor de E. Dus ik ga nu zeggen, kijk, deel dat telkens door het totaal dat in de kolom E staat op rij 2. En dit kan ik nu gaan vermenigvuldigen maal 100. Ik gebruik momenteel niet dat percentageteken hier en zo. Ik reken het gewoon in de cel uit, zodanig dat ik dat procentueel krijg. En doe enter en nu krijg ik dit percentage hier invult. Dit kan ik zowel naar opzij kopiëren. En dit geeft de correcte percentages, omdat hier, als we gaan kijken, die E is blijven staan bij de kopieeroperaties, omdat ik daar dat dollarteken voor had geplaatst. Nu kan ik natuurlijk ook deze eerste rij gaan kopiëren naar beneden toe. Ik kan er ook die laatste rij bij nemen. Dus ik kopieer dat verder. En dan heb ik eigenlijk die kolompercentage. Dus je ziet dat het product B toch vaak meer dan 70% aandeel heeft in de jaarlijkse shipments voor die 3 producten.
Nu kunnen we nog een volgend element gaan toevoegen van informatie. En dat is eigenlijk het aandeel op het totaal, dus het percentage dat elk jaar heeft op de totale shipments voor die periode van 10 jaar. Dus we gaan daarbij dit totaal gaan delen door het totaal hier onderaan. En dat ook weer vermenigvuldigen maal 100. Dus ik zeg hier, goed, ik neem het totaal dat in E2 staat. En ik deel dat door het totaal dat in E12 staat. Maar nu is het zo dat als ik mijn formule naar beneden ga kopiëren, ik telkens door het getal dat in E12 staat ga delen. Dus die rij 12 die moet blijven staan. En daarvoor ga ik een dollarteken plaatsen voor de 12. En u ziet dat Excel dat ook met een andere kleur aangeeft, namelijk u gaat steeds door dit getal delen. Als ik de formule naar beneden kopieer. En dan vermenigvuldigen we maal 100. En nu hebben we eigenlijk het aandeel dat het jaar 1980 had in de totale shipments voor de eerste voor de decade van de 80's. Dus ik ga nu deze formule naar beneden kopiëren en ik moet hier uiteraard voor het geheel 100% scoren. En u ziet hier het aandeel per jaar. Ten slotte zouden we nog een volgend gegeven kunnen toevoegen. En dat is eigenlijk de aangroei. Namelijk, hoeveel procent komt er elk jaar bij of gaat er verloren? Dus u hebt een bepaalde shipments gedaan gedurende een jaar. Hoeveel procent ga ik nu meer shippen het volgende jaar? En dat kunnen we op verschillende manieren doen. We kunnen eigenlijk die aangroei telkens berekenen vanaf een soort referentiejaar, een indexjaar. We zouden kunnen zeggen, we gaan telkens vergelijken wat komt erbij of gaat eraf ten opzichte van het referentiejaar 1980. Of we zouden kunnen zeggen, welk percentage verschil hebben we elk volgend jaar. En dat is hetgeen ik nu ga tonen. En dat kan je natuurlijk maar vanaf het tweede jaar gaan invullen. Kan je gaan zeggen, kijk, we nemen het verschil tussen E3 en de shipments van het vorige jaar, dat is E2. Dat verschil delen we eigenlijk op de basis van E2, want we willen eigenlijk weten hoeveel procent is dat van het totaal dat ik in het jaar tevoren had. En dat vermenigvuldigen we maal 100. En dan krijgen we deze aangroei. In dit geval dus 6% aangroei ten opzichte van het vorige jaar. En dit kunnen we uiteraard nu ook weer naar beneden gaan kopiëren. Ten slotte kunnen we nog de opmaak een beetje leesbaarder maken. En dat is toch wel van belang om een tabel te presenteren dat het goed leesbaar is. Kunnen we een aantal dingen gaan doen. Ten eerste gaan we onze decimalen toch wat reduceren, omdat het vrij moeilijk is om lange decimale reeksen te gaan ontcijferen. Nu, dat is in veel wetenschappelijke toepassingen of statistische toepassingen zeer relevant, maar hier gaat het toch om grote tonnages. We willen eigenlijk getallen toch op een macroniveau bekijken en we gaan dus wat minder decimalen nemen. Dat gaat de leesbaarheid al erg verhogen. Maar ik zeg het, dat hangt uiteraard af van het toepassingsgebied. Nu, ten tweede kunnen we deze tabel ook voor Excel gaan markeren als tabel.
Dat heeft een aantal voordelen. Dat Excel ook goed weet dat dit voor u één tabel is en dat u daar zo mee wil werken. En u kan er dan een bepaalde opmaak aan gaan koppelen. Ik ga nu dit kleurschema toepassen. En dan krijgen we dit. Hij gaat ook meteen aangeven dat dit velden zijn waarop je weergang kan gaan filteren en dergelijke meer of sorteren. Dat heeft ook weer handige toepassing. Nu, tenslotte zouden we natuurlijk gewoon kunnen even highlighten wat de jaren van negatieve groei aangroei zijn. We kunnen hier terug naar start gaan en bijvoorbeeld een voorwaardelijke opmaak gaan toepassen. En daar kunnen we dan een markeringsregel gaan gebruiken, dat bijvoorbeeld alles wat kleiner is dan 0 als negatief moet worden weergegeven. En voilà, dus we hebben een tabel waar we toch wat sneller zicht krijgen op de onderlinge verhoudingen van die drie producten. En we kunnen ons daar nu een beeld van vormen. En natuurlijk helpt het altijd om hier ook een kleine grafiek aan te koppelen. En dat gaan we zo dadelijk doen. We gaan daartoe onze tabel selecteren. En ik neem een aantal kolommen die en ik ga me beperken tot de naakte gegevens, hè, de begincijfers waar we over beschikten, dus de primaire data. Ik neem ook mijn hoofding mee en ik ga hier nu een grafiek aan invoegen. Nu, naar gelang de versie van Excel die je gebruikt, moet je even gaan kijken waar die grafiekmodule juist zit. Wat we eigenlijk gaan toevoegen is een staafdiagram. En ik raad u, wanneer je staafdiagrammen maakt, sterk aan van steeds te beginnen met de gewone 2D-kolom en de eerste variant daarvan, zogenaamde cluster. Kolom. Dus we gaan dat even invoegen. Dan krijgen we deze grafiek te zien. Nu, daar is nog wel wat werk aan. In die zin dat Excel verkeerdelijk ervan uitgegaan is dat jaar hier de eerste reeks was. Terwijl we eigenlijk maar drie reeksen willen tonen en het jaar op de x-as moet verschijnen. Hoe pakken we dat nu aan? We kunnen rechtermuisknop gegevens selecteren doen. En dan zien we hier dat bij de reeksen het jaar staat. En nu gaan we dat jaar aanduiden en verwijderen. Dus dan is dat probleem al opgelost. En nu kunnen we ook aanduiden wat mijn S-as labels moeten zijn. Dus ik ga hier op bewerken klikken. En nu kan ik die as labels gaan aanduiden. En nu zie je ze hier ook verschijnen. Dus we doen oké. En nu krijgen we dus die drie producten te zien. Er is wel een klein onevenwicht tussen de reeksen. U merkt dat de reeks C toch van een heel andere orde grootte is dan reeks B. Wat maakt dat we heel moeilijk kunnen inschatten hoe de evolutie van reeks C is. Wat heel vaak gedaan wordt in zo'n situatie, is deze reeks, en ik ga die nu even aanduiden door daarop te klikken. Ik klik daar eenmaal op, dan wordt die reeks C geselecteerd.
We kunnen die reeks op een tweede secundaire, een secundaire as gaan plaatsen. Ik ga nu rechtermuisknop doen. En ik kies, ja, u ziet het nu eventjes niet op het scherm, maar helemaal onderaan dit menu staat er gegevensreeks opmaken, onder trendlijn toevoegen. Dus ik klik op het menu item daaronder, dat nu even buiten beeld is. En dan zie je dat ik hier opties heb voor deze reeks. En ik kan die reeks op een secundaire as plaatsen, wat ik meteen ga doen. Het is dus een nadeel dat Excel hier even die kolom over de twee andere zet. Nu, je kan dat met de spreiding van die kolommen wel en de tussenruimte opvangen. Maar wat men meestal doet in wetenschappelijke tijdschriften, is dat men die reeks als een lijngrafiek gaat aanduiden, zodat het voor de waarnemer ook heel duidelijk is dat die op een secundaire as geplaatst is. We hebben die reeks dus geselecteerd en we gaan daarvoor rechtermuisknop, ander type grafiekreeks. En nu moet ik even aangeven dat hier een verschil is tussen verschillende versies van Excel. Dus je zal wat moeten zoeken. In 2013 kunnen we hierboven gaan aanduiden wat we zoeken. Dus we nemen hier gegroepeerde kolomlijn op secundaire as. In oudere versies van Office ga je gewoon hier lijn aanduiden. Maar dat geeft hier in 2013 een verkeersresultaat. Dus ik ga hier gegroepeerde kolomlijn op secundaire as nemen. En dan doen we oké. En nu ziet u dat hier een secundaire y-as is ontstaan, die een schaal heeft van 1 op 10 ten opzichte van die voor de twee andere variabelen. Het is ook van belang dat die secundaire as dezelfde verdeling heeft dan de primaire as. Dus in dit geval in 9 delen. Zodanig dat we de onderlinge verhouding van die waarden ook goed kunnen inschatten. Wat je zeker moet gaan toevoegen aan elke grafiek is nog een titel. En ik denk dat je die zo duidelijk mogelijk moet maken. Dus hier gaat het over shipments van producten jaren 80 bijvoorbeeld. En dan is het ook wel zinvol dat je aangeeft voor elke as in dit geval in welke maateenheid dat is. Hè? Want dat dit een jaar is, dat blijkt hier al duidelijk uit de titel en dat kunnen we ook wel een beetje raden, dacht ik. Maar hier moet ik toch wel weten wat deze waarde is. En dat gaan we doen door een aantal elementen toe te voegen. En u vindt die bij ontwerpen. Als we naar ontwerpen gaan, dan kunnen we hier een grafiek onderdeel toevoegen. Dit menu verschilt ook wel wat tussen Excel 2013 en oudere versies van Excel. Maar je gaat hier alleszins in die balk de nodige gegevens vinden die je wilt toevoegen. Dus in dit geval wil ik astitels toevoegen en ik wil een secundaire of een primaire verticale as gaan benoemen. Dat is het eerste wat ik ga doen. En ik kan daar gaan typen dat dit, dus ik kan hier nu in gaan typen en ik zeg dat dit tonnage is. En ja, het spreekt een beetje vanzelf dat dat hier ook het geval is, maar als ik dit wat duidelijk wil maken, dan kan ik natuurlijk ook een secundaire verticale as gaan toevoegen. Uh,
Dus vergeet zeker niet voor uw reeksen aan te geven in welke eenheid ze uitgedrukt zijn. Een duidelijke titel aan te geven. En dan hier uw legende spreekt voor zich. Op die manier hebben we toch wat duidelijkheid geschapen in de evolutie van die drie producten. U kan uzelf, we kunnen dit werkblad ook een naam geven en we zullen dit J80 noemen. En u zal zien, er is ook een tweede werkblad waar alweer een cijferreeks staat en u kan daarop eigenlijk oefenen om zelf dan een werkblad J90 op te maken. Bon, tot hier wat we hierover wouden aangeven. Tabellen wat opgesmukt en een eenvoudige grafiek die de gegevens inzichtelijk maakt. Bij dat laatste misschien herhalen, een grafiek heeft enkel en alleen zin als hij verduidelijkt wat u wil laten zien. Als dat waarheidsgetrouw is, wanneer dat niet een bedrieglijke indruk geeft. Het moet vooral duidelijk zijn. Het heeft geen enkele zin om een grafiek toe te voegen die oninzichtelijk is. En vooral waar je moet op letten als je een paper of een thesis of een wetenschappelijk artikel schrijft, zorg ervoor dat de grafiek enkel en alleen datgene toont wat je wil bespreken. Dat daar geen elementen in staan die verklaring behoeven en die je niet uitlegt, dat leidt alleen maar tot verwarring, twijfels en dergelijke meer. Dus probeer die informatie zo helder en concies mogelijk te houden.